Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Deus Ex Mankind Divided. We gaan snel door, aangezien wij nog steeds Brown moeten redden. We hebben alle mensen wel gered in de torens hieromheen. Maar Brown en Miller, volgens mij, is nog steeds in gevaar. Dus we gaan hier snel naar binnen. Don't try to move, Jim. Help should be on its way soon. No time. Boss asked me to drink. Too late for me, Jensen. But you, there's still time to save the others. The gold mask, they poisoned the champagne. Sent it to meeting rooms beyond the reception hall. I tried to stop them, but I ended up here. Jim, I'm sorry. No, this isn't on you. Understand? You're a good agent. Wait. Save your strength. No. Listen. That's not what I wanted to say. What I mean to say is, you're a good man, Adam. Even when I doubted, I always knew. Mac, Miller's dead. Bastards use the orchid. Christ. What about Brown and the delegates? I'll let you know when I find them. Nou, dat was een interessant gesprek. Wat een kreunen tussendoor, jongen. Jesus Christ. Miller is dood. Weinig aan te doen. Dus even kijken of hij nu al bij zich had, trouwens. Dat zou het toch zijn. Nope. We kunnen hem ook zelfs dragen. Wee. Kunnen we ook springen als we mensen... Nee, oké. Dat is wel spijtig. Maar ja... Millertje is dood. Dat is niet zo best. Hier, Miller, gaan we bij deze pions liggen. Zo. Hij ligt lekker. Alhoewel, dat ding flipt hem een beetje. Vangen! Oké, dat deed niet. Laat maar stoppen met spelen met Miller. We gaan snel weer verder met de missie. We moeten namelijk nog steeds Brown redden en de andere delegates. Ik had het op zich wel verwacht dat er iets zou gebeuren. Aan de ene kant had ik nog steeds het idee dat Miller er misschien iets mee te maken had, maar hij is dood. Dus dat gaat moeilijk. Hallo, Civi. Oké, we zijn bij een nieuw gebied. We gaan gelijk doorlopen. Ik let echt gigantisch veel op de minimap. Ik weet niet of mensen dat al een beetje doorhouden als je de serie kijkt, maar ik let daar echt intens veel op. Want dat geeft precies aan met die vision cone, zeg maar, waar je kunt lopen en waar niet. Dat is echt, echt super handig. Dus nu gaan we snel door. Gaan we gelijk hier naar links. Perfect. Perfect. Oké. We zijn nu al redelijk goed verstopt. Oeh, fuck. Dat ging bijna mis. Maar dit gaat in principe wel heel goed, naar mijn mening. Eens even kijken. We gaan er namelijk snel doorheen, zonder gekloot. Dat vind ik er zo goed aan. Snel doorlopen. Oké, we hebben hier die turret. Dus daar moeten we voor uitkijken. En dan hebben we daar een invisible bitch. En eentje die liep boven en die is nu ook beneden. Gezellig. Dus we hebben meerdere alarmen om te letten. We moeten daar naartoe. Dus we moeten achter de turret langs. Lost primary. Dus heel even wachten. Dan draait hij zich om. Daar was ik al bang voor. Kutzooi. We konden volgens mij ook naar boven toe. Maar ik denk dat dit makkelijker is. Achter de turret langs lopen. Op het goede moment. Oké, hij springt weer naar boven. Ik wacht nog wel iets langer, tot die turret weer terug gaat.
Dan hebben we zeker weten genoeg tijd. Dan gaan we weer terug. Nu. Oké, perfect. We zijn daar voorbij. Oh kut, dat ging nog maar net goed. We gaan snel de ventilatieschacht in. Voelt altijd wat veiliger, die ventilatieschacht in. En eens even kijken waar we daadwerkelijk naartoe moeten trouwens. Wel handig om even te bekijken, denk ik. Naar de lift vermoed ik dan. Ja, naar de lift. Oké. Dus we komen daaruit. Daar langs weer een turret sentry ding. Waarschijnlijk. Of een camera. Kan ook. Hij kijkt naar binnen toe. Dat is wat minder fijn. Oké, okay, snel. Kut, die is locked. Fuck. Is hier überhaupt iets waardoor wij door kunnen? We hebben daar luchtventilatie. Is dat ook luchtventilatie? Dat is luchtventilatie. Oké, okay, weet je wat? We gaan even een multitool gebruiken. We hebben die dingen niet voor niets. Ik ga het risico niet nemen met die mensen die hier allemaal achter mij staan. Dan hebben we een te groot risico dat het misgaat. Nadat ik gespot word. Dus we wachten heel even. En dan gaan we nu naar binnen snel. Kijk. Perfect. Oké. Okay. Nou kunnen we dus naar beneden hier. Zullen we dat nog even meenemen? Via een ventilatieschachtje. Wat ligt hier nog? Een mine template. Oké. Okay. Open. Cable duct. Bam. Zo doen we dat. Zo komen we mooi sneaky sneaky dichter bij ons doel. Gaan we er helemaal mooi onder. Nice. Nu hebben we een probleem. Waar is dit? Precies. Een aparte kamer, ja. Oké, dat is weer een aparte kamer onder een bureau. Klim. Mag ik er nog uit? Dank u. For fuck's sake. Oké, we zullen hem even dichtgooien, denk ik. Kunnen we tenminste fatsoenlijk hier langs lopen. En even kijken, hoe komen we verder? Het is echt een fucking turret weer. Dat heb ik goed gegokt, helaas. Oké, we hebben hier glazen panelen. Dat is al fucked up. En volgens de deur en heel veel mensen daar. Gewoon fucking 3. Dus ik denk dat het beste voor ons is om te kijken of we naar boven kunnen. Want daar zijn minder mensen. Of daar achterlangs trouwens. Waarom zouden we niet echt langs gaan? Nog beter, we gaan via deze deur. Dat is ons plan nu. Via deze deur. En dan lopen we eromheen. Via de achterkant. Ik moet alleen weten wat deze deur doet. Zo gauw als hij terugloopt, dan gaan we de deur openen. En er achterlangs sneaken. En dan komen we er hopelijk. Het is allemaal afwachten. Het is zo'n labyrinth af en toe in deze game. Omdat je ook zoveel mogelijkheden hebt om dingen te doen. Kut. Daarvoor moeten we een key hebben. Fuck, 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 fuck. Oh, kut. Oké, okay. Kan ik daar naar binnen? Meeting room, ja. Oké. Okay. Oh, damn jongen. Oké, hier kunnen we doorheen slaan. Dan doen we dat. Hopelijk maakt dat niet al te veel geluid. Vermoedelijk wel. Snel naar binnen. Oké. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Het kan beter natuurlijk, maar dit is nog acceptabel genoeg naar mijn mening. We zijn bij de lift. Dus dat hebben we ook al bereikt. Auw, that hurt. Kunnen we iets doen verder? Nee, niet echt. Deurtje weer dicht. Hoe komen we beneden? Icarus Landing. Kutzooi. En ik heb die punten aan andere dingen uitgegeven. 3 miljoen raden aan wat? Aan hacken. God damn it. Ik heb serieus de punten die ik had. Die 2 heb ik uitgegeven aan het hacken. Zodat we... Was het aan het hacken trouwens? Voor mij? Ja, dat we versie 5 dingen konden doen. Nee, trouwens. Het was niet aan het hacken.
Ik ben helemaal... Dat heb ik al een keer gedaan. Ik heb ze uitgegeven aan... aan dit. Aan Tesla. Zodat we meer targets kunnen nakken in één keer. En dat er een grotere distance is. Daarin heb ik het uitgegeven. Maar we hadden dus beter... dit kunnen pakken. Icarus Landing. Maar nu komen we niet beneden. Ja, we komen gewoon niet beneden. Dus we moeten wel via een andere manier binnenkomen. Dan staan hier drie mensen. Die kan ik allemaal met die Tesla shit neermaaien. Werkt dit in invisible mode? Ja. Nee. Nu wel. Kut. Kan ik die drie met eens een Tesla ding nakken? Tag received. Possible orange unit. My mark. Oké, okay, hij is ook neer. Nou, hier nog een dude. Ik gebruik maar even die Tesla dingen. Het werkt goed, dus waarom niet? Oké. Okay. Het ging beter dan ik had verwacht. Hopen dat een van hun een pas heeft of wat dan ook. Dan kunnen we voorbij die ene deur komen. Nope, machine pistol, ammo. Heb ik niet zoveel mee. Gas grenade. Gaan we ook niet gebruiken, want dan kill je daadwerkelijk mensen. Dat is niet onze bedoeling. Nope, ook niet. Fuck. Oké. Nou ja, we gaan gewoon de lift callen. Want dat kan natuurlijk. Dat was de andere oplossing. Dus gaan we gewoon op de normale manier naar beneden. Echt geweldig. En moment, ik dacht echt van, Icarus Landing gebruiken we toch niet meer. Het is allemaal close quarters hier. Wat het ook is. Dan denk ik, nou fuck it. En dan kun je het alsnog gebruiken. Op een sneaky manier. We gaan naar de VIP rooms toe. That pocket secretary in Hong Kong. It went live a few seconds ago. Just long enough to shoot out a message. You intercepted it? Yeah, but it's cryptic. Looks like meeting in session. Proceed with delivery. Key 2202. The fuck? Oké. Okay. Dat is niet zo best nieuws. Is dit de key 2020? Oké, okay, dat is goed. 2020. 2020, oké, okay, gewoon. 2202. McCready, I'm too late. They're all dead. Fuck! Dat was het einde? You look new game plus. Ik neem aan dat het einde was. Er was geen timer, daadwerkelijk. Dus qua dat hebben we niet gefaald. We hebben gewoon qua dat de verkeerde keuzes gemaakt misschien. Memorial services are being held around the world today for Santo CEO Nathaniel Brown and several prominent members of the UN Security Council. Brown and his guests were murdered last week when augmented terrorists attacked the Safe Harbor Convention in London. Interpol released chilling images from the murder scene, admitting that the attack could have been much worse. Apparently, members of the Augmented Rights Coalition, infuriated over the death of their leader, also plan to blow up residential towers surrounding the Apex Center Convention Hall. I do not know about you folks, but I think it is high time the United Nations passed the Human Restoration Act so we can all sleep safe again at night. This is Eliza Kassan, reporting to you. They're fanning the flames. From Pikes. Fanning them? They lit the fucking torch, man. Eliza might as well go door to door handing out pitchforks. Ark was going to be blamed no matter what, from the second Brown opened the doors. If he'd listened to me. Too friggin' arrogant to listen. He gambled big and he lost big for all of us Augs. Damn it. We were so close to pushing that vote back. We were close to losing thousands of innocent people, too. Yeah, I know. And thanks to you, we didn't.
Hell of a choice you had to make, Adam. Kon ik überhaupt kiezen dan of ik wel achter die Marchenko aan wilde gaan of gewoon gelijk voor Brown? We hebben dat niet eens gezien. We waren gewoon met de missie de hele tijd bezig. Maar ja, zullen we kijken wat we kunnen antwoorden dan. Explain. If I could save them all, I would have. But sacrifice for a shot at an uncertain future, to me, that's... Op zich, weet ik niet, is een beetje lastig. Marchenko didn't really give me a choice. Once you told me what you've done, try to blame me for it. I couldn't let him do it. Admit. Gewoon admit. Fuck it. I wanted to save everyone. I just couldn't make it work. That's because Marchenko rigged the game from the start, that bastard. Listen, you know I'm on your side. I'm just pissed because Janus texted me last night. Told me the Human Restoration Act has already passed. They're just waiting for Pikus to stir up the mob some more before officially announcing it. Janus knows that for a fact? Yeah. So they got what they wanted. I'm sure they're feeling pretty good right about now. But this bullshit act, the segregation, the violence, is just gonna make everything worse. I know. The task force is gonna be busy. You're not planning to go back to them, are you? Wasn't aware I'd left. But you did your time, man. You already proved that outfit is corrupt. Why stay? Goeie vraag. Hele goede vraag. Need allies, we know what's coming, Alex. The collective needs all the help it can get. And it's not all smoke and mirrors. The task force does make a difference. Dat klopt op zich al. Seems to me a collective is all about finding the right tools for the right job. As resources we don't. Gewoon niet, allies. We know what's coming, Alex. The collective needs all the help it can get. And it's not all smoke and mirrors. The task force does make a difference. Sure, not everyone in the organization is compromised. Just the ones issuing all the orders. Miller wasn't corrupt. He was a good man, a good cop. Maybe if I'd seen it sooner. My point is, there are others inside the force we can trust. We just have to find the right people. Can't say I like this, Adam, but you're the one taking the biggest risk. I'll fill Janus in. He's been looking for an angle to get us closer to Manderly and Paige. I'm sure I can find one for him. But when you speak to him, tell him this too. If we're going all the way on this, we need everyone on board, including Janus. I think it's high time we met the man behind the mask, Alex. Don't you? This report just in. Law enforcement officials in Prague have tracked down and captured the bomb maker, whose deadly explosive devices claimed the lives of dozens of innocent travelers earlier this week. The woman, an ex-army demolition specialist named Allison Stanek, appears to be a religious fanatic and leader of the tech cult group, Church of the Machine God. Police arrested her and several of her followers inside the cult's headquarters, following an extensive investigation. If you ask me, folks, that is some very good news indeed. A coroner's report released in Prague today offers shocking new insight into the death of Dr. Talis Rucker, former leader of the Augmented Rights Coalition. Apparently, the primary cause of the doctor's death was the exceedingly high level of alcohol found in his system. No other toxins were present, nor were there signs of any suspicious activity. Sources close to Rucker tell me he had been struggling with alcoholism ever since becoming a public figure. I am sure I do not need to remind you folks that the organization he founded, the Augmented Rights Coalition, has been linked to last week's horrifying terror attack in London. Augmented terrorist Viktor Marchenko, whom law enforcement officials describe as being instrumental in the planning and execution of devastating violence in London last week, is being moved to a secure facility for questioning. A long-standing member of the Augmented Rights Coalition, Marchenko has been very outspoken about his motives for the attack, claiming it was appropriate retribution for injustices suffered by the Augmented. I do not know about you folks, but there is only one question I really want the answer to right now. When will the United Nations pass the Human Restoration Act so that dangerous killers like Marchenko can no longer terrorize us? It seems not so long ago that Dr. Talis Rucker was on this very program, trying to convince all of us that his Augmented Rights Coalition was a non-violent organization. Today, of course, we are all a little bit wiser. It did not take long for ARC to reveal its true colors once Dr. Rucker was dead,
Since last week's attack, the United Nations has officially labeled ARC a terrorist organization. As we speak, brave state police officers in the Czech Republic are raiding ARC-controlled compounds inside the Udalek complex. Here is an example of the defiance they are encountering. This is where you have it all wrong. Wrong! ARC was framed. You people, you don't see, you don't realize that Viktor Marchenko was not ARC. He was trying to kill ARC, kill the cause. But he has failed. We are strong, we are innocent, and we will not be used as pawns by rich, scared men who want to make us less than human. I am sorry, young man, but methinks thou doth protest too much. The Diwali criminal organization is under intense scrutiny this evening for their role in the London attack. Evidence uncovered by Interpol indicates that high-ranking members of the chapter in Prague supplied weapons and logistical support to ARC terrorists. Among those being sought for questioning is Radich Nikolatse, leader of the Diwali's Prague chapter. Sources close to the man tell me, however, that Nikolatse has gone off the grid, and it is unlikely he will ever be found. An indication of guilt, perhaps? Join the online discussion and let us know what you think. Wat een fucking leugens en wat een fucking lelijk wijf. Oh, ik kreeg gewoon kippenvel van die de hele tijd die close-up op die lelijke bakjes van haar. En dat lelijke, vieze, gore, vale kuthaar. We hebben een pacifist. Awesome, we hebben de fucking pacifist trophy. Daar ben ik wel heel blij mee. Daarvoor gingen we ook voor de non-lethal run. Niemand killen voor de pacifist trophy. En we hebben het gehaald. That is not the point. You should have all been informed. That is why we are here now. Volkart, what's done is done. The broad strokes of the operation were very clear and haven't changed. There are always adjustments that will occur in the field. You should know that. Adjustments? Those were not mere adjustments. Interpol was more capable than we anticipated. They have a new augmented agent by the name of... Adam Jensen. Who we believe may have had external help. Possibly by the Juggernaut Collective or even Janus directly. We're looking into it, but we... All that is speculation at this point. Let's find out more and reconvene later this week. Thank you, everyone. That'll be all. It's your own fault. I'm aware of that, Doctor. Elizabeth sends her regards. Report. Overall, the subject seems quite well adjusted despite the massive traumas he's experienced. And his memories are still consistent with the program. He is remarkably stable. Excellent. How close is he to contact with Janus? Very. And it's only a matter of time. I fucking knew it! Ik wist dat ze niet te vertrouwen was. Ik heb het te vaak over gehad. Oh, echt jongen. Oh. Hey, het voelt wel goed om gelijk te hebben, maar aan de andere kant voel je alsnog fucking genaaid. Maar dat kwam er dus nog achteraan na de credits en nu gaan de credits weer verder. Het was echt een awesome game. Ik heb keihard genoten, ik hoop jullie ook. Laat in de comments even weten wat je van de hele serie vond, ik ben super benieuwd. Ik vond de story gewoon awesome, was leuk om te volgen. De side missions hebben we niet heel veel gedaan, maar wat ik er wel heel goed aan vond... was dat het wel te maken heeft met de story en gewoon wat er gebeurt in Praag. En met characters die je vaker tegenkomt. Dus dat is heel erg goed gedaan. En het was gewoon een top game. Maar ja, dat was het dan voor nu. Er komt dus nog één video aan met de heist missie. Die gaan we nog even doen. En daarna is echt deze serie afgelopen. En dan gaan we weer verder met andere video's. En Force Recore en Forza Horizon 3. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik hoop weer te zien bij de volgende video. Laters.